Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er trekken dikke wolkenvelden over Nederland en vooral in het zuiden van het land valt eruit ook regen. En die regen hebben we een flink deel van de ochtend, hoewel aan het eind van de ochtend het langzaam wel wat droger wordt. Het blijft bewolkt. Het wordt 10 tot 13 graden in de ochtend en vanmiddag komt er nog een graadje bij. In het noorden zelfs 2, want daar worden 12 graden in het zuiden plaatselijk 14 graden. Er valt van tijd tot tijd nog wat regen, misschien dat het een keertje wat opklaart in het noordwesten, maar dat is wel met een heleboel hoop. De wind waait krachtig uit het zuidwesten tot westen, draaiend naar het westen, en vanavond neemt de wind wat af. Dan breiden opklaringen zich ook iets meer over het land uit en zien we vooral in het zuidoosten nog wat motregen. Morgen dan wolkenvelden, van tijd tot tijd wat lichte regen, maar ook droge momenten. Tegen de avond van het westen uit een stevige buienlijn met kans op hagel, onweer en zware windstoten. 8 tot 11 graden wordt het. Vrijdag en zaterdag is het duidelijk wat minder zacht, met 7 of 8 graden. Het blijft aan de wisselvallige kant. Met name vrijdag vallen er nog buien, en zondag zou wel eens een onstuimige herfstdag kunnen worden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.